Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 17 juli. Volg je de Heilige Geest of je emoties? Het Bijbelvers voor vandaag staat in Romeinen 8 vers 8. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Ik heb veel gesproken over hoe we ons zouden moeten laten leiden door de geest en niet door onze emoties. Maar mijn bevinding is dat heel veel mensen allereerst niet begrijpen hoe hun emoties werken. Emoties behoren bij het zielenleven. Onze ziel bestaat uit onze geest, wil en emoties. Het vertelt ons wat we denken, wat we willen en hoe wij ons voelen. Van deze drie gebieden van de ziel is het ons gevoel die het snelst wordt aangewakkerd. Met andere woorden, de wijsheid en het onderscheidingsvermogen van de Heilige Geest in onze geest raakt snel overstemd door het geschreeuw van onze emoties. De Bijbel zegt dat dit, in het vlees zijn, God niet behaagt. Dit betekent niet dat God ons niet lief heeft. Als je begrijpt hoe negatieve emoties werken, dan kun je ze overwinnen. Onze ziel mag dan wel sterk zijn, maar onze geest kan sterker zijn wanneer we deze versterken door tijd te besteden in Gods aanwezigheid. Lees vandaag in het woord en geef je geest de kracht om je emoties te overwinnen. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heere God, ik wil niet dat mijn emoties, mijn geest, mijn gedachten overmeesteren. Terwijl ik tijd besteed met u en uw woord lees, wilt u mij de kracht geven die ik nodig heb om door de geest geleid te worden en niet gewoon door hoe ik mij voel. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag. Wil je meer tips voor je dagelijkse omgang met God? Meld je dan gratis aan voor de nieuwsbrief via onze website joyce-meyer.nl.